Hi, mijn naam is Liz Hathaway en dit is mijn astrologische kijk op deze komende week. Vandaag wilde ik wat in de sfeer van de Crave komen, dus deze vlog is in mijn keuken gemaakt. Ik vind dat echt een mooie Crave symboliek, want dat energie van Crave komt heel sterk naar voren, zeker aan het begin van de week, als wij dus de driehoek hebben van Mercurius en Mars met Neptunus. Ik vind dit een heel mooie energie eigenlijk. Het stimuleert het gebruik van wat wij in het Engels imagination noemen. Het is heel beeldrijk. Dus we kunnen heel dicht bij onze gevoelens komen. En dat is de uitdaging van de week. Want aan de ene kant, begin van de week, komen we heel dichtbij het gevoel in de sfeer. We kunnen de stemming raken en op ons in laten werken. En dus oplossingen kunnen opkomen. Maar nogmaals, we moeten dingen toelaten, want Neptunus is een buitenplaneet. Het is energie die moeilijk vast te prikken is. Want die, dat komt echt vanuit een diepe bron bijna. Maar het is wel heel erg image-rich. En dus allemaal beeldig. Maar het gekke is van deze week, dus dat we eerst die opening krijgen, waardoor we dicht bij de bron van dingen kunnen komen. Mercurius is, zowel Mercurius aan Mars, en Mars is prikkelbaar, dat wel, en het stimuleert ook Mercurius. Dus we moeten dus heel voorzichtig zijn. Neptunus is ook zuiver, en dit is in water, teken vissen nu. Dus de kans om ja, emoties schoon te spoelen, zal ik maar zeggen. Want later in de week krijgen we eigenlijk het heel andere uiterste, namelijk de oppositie met Pluto. Mercurius en Mars staan allebei kort na de driehoek met Neptunus, inderdaad, dus oppositie met Pluto. Een oppositie is een aspect van verwijdering, van afstand nemen, van een stapje terugzetten, waar Neptunus eigenlijk ons in een sfeer kan brengen, in een bepaald stemming, dus eenheidsgevoel. Pluto is juist in de oppositie, daagt ons uit om juist afstand te nemen van wat wij gevoeld hebben en wat wij voor ervaringen vanuit Neptunus binnen hebben gekregen, die dus eigenlijk ja, daar niet actief in ieder geval dat uiting te geven in frustratie, conflict, emotioneel anger, boosheid, in de pijn zitten. Dus het is een soort strijd hier tussen water, wat heel erg op gevoel gebaseerd is, en aarde, wat veel meer te maken heeft met de senses en met de zintuigen, met wat reëel is. Dus het is een uitdaging eigenlijk om ons wel de dingen waar te nemen vanuit Neptunus, maar tegelijkertijd daar niet op in te gaan op een negatieve manier. Dat die gevoelens niet, als het ware, ons overheersen. En dit is een thema die dus ook wederom in beeld gaat komen. Natuurlijk als de zon langs dezelfde rit moet maken. Eerst de driehoek met Neptunus. En dus eerst dingen toelaten. De eigen grenzen wellicht ook ja, verbreden. En dus dat werkt heel zacht op ons in. En dat wordt gevolgd inderdaad op 10 juli met de Zon-Pluto-oppositie. Dus het heeft met management te maken. Met hoe gaan we dealen met wat voor gevoel nu opkomt. Dus in die zin is dit een uitdagende week. Vanuit, zeker vanuit gevoel en hoe wij dat een plek kunnen geven zonder de strijd aan te gaan, de ruzie te zoeken, de boosheid op een dermate manier naar buiten te laten komen, dat dit een destructieve uitwerking heeft. Dus wij hebben dus die Mars driehoek Neptunus, is op maandag. Op dinsdag hebben we dan ook nog bovenop Mercurius vierkant Jupiter. Dus dat is malen, dat is heel veel denken. Dus je weet hoe soms, zeker met emoties, het is bijna alsof een spoor wordt achtergelaten en er kan steeds nieuwe dingen erbij komen. Het is net een soort sticky
balletje wat steeds meer aankleeft. Dus dat zuiveren van dat soort patronen kan Pluto natuurlijk vanuit de oppositie ook wel ondersteunen. Dan hebben we woensdag de Mercurius driehoek Neptunus, dat openen voor iets groter. En dan zien we dus, even kijken, ik heb mijn bril niet op. Dan hebben we inderdaad op vrijdag de Mercurius-Pluto oppositie. En op zondag de Mars-Pluto oppositie. En nogmaals, dit kan ons de kans geven om vanuit een andere invalshoek naar dingen te kijken. Maar het kan net zo goed een soort eruptie, een soort uitbarsting brengen. Gebaseerd op gevoelens waar kreeft zich toch behoorlijk aan kan hechten. En dan op zondag hebben we ook Mercurius conjunct Mars, dat bij elkaar komen. Dus Mars, nogmaals, geeft energie aan Mercurius. Het stimuleert dat. En alles hangt er vanaf natuurlijk welke soort gedachten, welke soort gevoelens bij elkaar komen. Daarnaast deze week is Venus vierkant de knopenas. Dus dat brengt Venus ook in beeld. Hè. En Venus is momenteel in stier, dus in haar eigen teken, wat een bepaalde stabiliteit aan het geheel kan geven. Want maan, kreeft en stier, dat zijn verwante tekens. Dus het is soms wel genoeg om dingen waar te nemen, maar de uitdaging is zeker om pijnplekken en gevoelens niet een loopje met ons te laten nemen. Maar juist vanuit die stille kracht van stier, vanuit de vrede zoeken, vanuit een hoger beeld van de ratio wellicht, van hoe het hoort te zijn, dat toch daar oog voor te hebben. Ik wens jullie een hele fijne week.